Hoi. Laten we nu een heel bijzondere spelsituatie bekijken. We kunnen verwijzen naar regel 5.1, Teamcapte en zijn verantwoordelijkheden. Zoals je in dit moment kunt zien, na een vermeende aanraking door een speler van Trento, begint diezelfde speler, die geen aanvoerder is, een serie protesten waarbij veel spelers betrokken zijn tegen de eerste scheidsrechter. De protesten gaan door. Praktisch van alle deelnemers aan de wedstrijd. Zoals je kunt zien, benadert de aanvoerder, die normaal gesproken de enige is die het recht heeft om uitleg te vragen, niet eens de eerste scheidsrechter. En op dit moment zelfs richting de tweede scheidsrechter, door de coach en ook op de achtergrond de leidinggevende die normaal gesproken op de bank zit. De protesten gingen door zonder onderbreking en vooral zonder enige officiële oproep van de eerste scheidsrechter. Op dit punt wordt een time-out afgeroepen en keren de teams terug naar de bank. Nou. Laten we verder gaan met de regels. Regel 5.1 Teamkapiteen Als de bal uit het spel is, is alleen de aanvoerder in het spel bevoegd om met de officials te spreken. Om uitleg te vragen over de toepassing en interpretatie van de spelregels en ook om verzoeken of vragen van zijn teamgenoten in te dienen. De juiste interpretatie van bovengenoemde regel laat ik dus aan jullie over. Wat moest de scheidsrechter in dit geval volgens de regels doen? Bedankt voor jullie aandacht en happy volleybar aan alleen.